Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, ik ben Jolante. Ja. Hi, ik ben op zoek naar Rashid. Ja. Ben jij dat? Uh-huh. Hoi, aangenaam. Hey. Ik ben Jolante. Ja, wat is dit? Ik maak een programma. Ja. En ik kom uit Nederland en ik breng mensen een boodschap. Ja. Heb je enig idee van wie de boodschap kan zijn? Andrus? Ja, serieus? Ja. Serieus? Ja. No. Opeens ben je wel blij, hè? Ja, dat wil ik wel zeggen. Je weet, ik hou heel veel van je. Ja, dat hoef ik niet te vertellen. Dat weet ik ook van jou, van mij. Ik wil je heel graag, maar heel graag in mijn armen zien. Gewoon om je vast te houden, omdat we elkaar zoveel jaren, maar zoveel jaren nog in te halen hebben. Ja, je weet zelf. Ik hou gewoon te veel van je. Je bent mijn alles. Je bent echt mijn alles. Oh. Oh. Kom, we gaan hier even zitten anders. Het overvalt heel erg, hè? Wat betekent je broer voor jou? Alles, man. Dat is het enige ding dat ik heb. Mijn moeder was dood sinds ik 3 jaar was. En ik heb hem eigenlijk nooit meer gezien alleen. Ik heb ook foto's voor je meegenomen van je broer. Misschien ook wel leuk om even te zien hoe die er nu uitziet. De laatste keer dat je je broer hebt gezien, dat is inmiddels alweer 26 jaar geleden. Ja, dat is één ding dat ik wil hebben. Eerst dat ik weg van deze wereld heb. Weet je? Is dat ik dood ga, wil ik hem toch wel een keer zien. Want hij is alles voor mij. Hij is serieus alles voor mij. En het is hard, weet je, want soms denk ik... Ik ga hem soms misschien niet zien of weet je, het is hard gewoon. Er zijn dagen dat ik wil hem gewoon hier hebben of ik wil daar gewoon zijn voor hem. Ik weet niet welke kleur hij houdt van, weet je. Kleine dingen, maar zijn dingen dat voor mij heel belangrijk zijn. Lieve Rashid, misschien kan ik jouw droom wel laten uitkomen. Serieus? Ik weet het wel zeker. Ik heb jouw broer namelijk meegenomen hier naartoe. Nee, serieus? Ja. Serieus? Ja. Serieus? Hij is hier als je meeloopt naar de straat. Nee, serieus? Ja, loop maar mee naar de straat. Kom. Serieus? Love you. Yeah.